Vanaf eind maart rijden er tijdelijk meer bussen door de Nijmeegse Burchtstraat. Op die manier probeert de gemeente ook tijdens de renovatie van de Waalbrug betrouwbare reistijden te handhaven. De lijnbussen waarbij de Waalkade op de route ligt rijden op dit moment via de singels. Om te voorkomen dat bussen tijdens de Waalbrugrenovatie vertraging oplopen, besloten de gemeente, het busbedrijf en de provincie om deze van dinsdag tot en met vrijdag via de Burchtstraat te laten rijden. Zodra de Waalkade kort voor de zomer weer beschikbaar is voor voertuigen, wordt de Burchtstraat permanent vrij van bussen. Die afspraak werd vorig jaar al gemaakt in het coalitieakkoord.